Yo mensen, welkom en leuk jullie kijken naar een nieuwe video van Oester Verslaggever. Vandaag geen voetbalvideo, maar weer een geschiedenisvideo. We hebben laatst het gehad over IJsland. En we gaan door naar het volgende Scandinavische land, namelijk Finland. Finland is een land met heel veel historie. Toen ik erover heb begon te lezen, kwam ik erachter dat ze dus inderdaad heel veel historie hebben. Met betrekking tot het aantal landen om Finland heen. Maar we gaan dus straks ernaar kijken. Maar het is heel interessant en laten we maar gaan beginnen. Nou, ten eerste beginnen we met Finland zelf als land. Finland ligt dus, zoals ik al zei, in Scandinavië. En de buurlanden zijn Zweden vanaf de linkerkant. Rusland vanaf de rechterkant. En onder hen heb je nog Estland. Dat zijn de drie buurlanden van Finland. En naast Zweden heb je ook nog Noorwegen. Maar dat is dus een ander land in Scandinavië. De hoofdstad van Finland is Helsinki. Nou, de Finnen, waar stammen ze nou vanaf? Ze stammen af van de Russische nomaden die dus in het land hebben geleefd. En daar stammen dus de hedendaagse Finnen vandaan. Deze Russische nomaden kwamen uit Volga en Oeral. Dat ligt dus in Rusland. En die trokken dus naar Finland. In het jaar 1 trokken zij het zuiden binnen van Finland en daar zijn ze dus gaan vestigen en zijn ze ook verspreid over het land. Maar dit duurde ook een aantal jaren en in het jaar 100 was de Romeinse geschiedschrijver Tacitus in Finland aangekomen en beschreef hij het land. En dat ga ik dus nu uitleggen. Hij beschreef het land als volgt. Het noorden, daar leefde de Sami. In het westen had je de Hami en in het oosten dus de Karelians. En dat waren dus de mensen uit Wolga en Oeral die dus afstammen van de Russische nomaden. De Hami had heel veel contact met de Vikingen vanuit Noorwegen en Zweden. En de Sami die had dat niet, die waren toch wel wat meer zelfstandig. En die stonden ook bekend om, zoals Tacitus het beschreef, als mensen met mooie huizen. Heel veel paarden, terwijl de Hami meer leken op de Vikingen en de Karelians toch wel heel veel overeenkwamen met de Russen, wat dus ook niet zo gek is, aangezien zij afstammen van Rusland. In de 8e eeuw bestond Finland uit drie stamstaten, namelijk de Suomi, de Tavasteland en de Karelië. En ook hier geldt Suomi, dat was van het westen, Tavasteland van het noorden en Karelië vanuit het oosten, want Karelië ligt ook deels in Rusland. Nou, dan gaan we door alweer een aantal eeuwen later, dat is namelijk tot aan de 12e eeuw. Dan begint Zweden Finland interessant te vinden en de Russen altijd eigenlijk wel. En zij beheersen dus ook de meeste nederzettingen. Rusland had voornamelijk het zicht en de macht eigenlijk over het oosten, terwijl Zweden het noorden en het westen had. En het zuiden was een beetje Russisch. Maar ook vooral Fins. Dus dat was nog wel een sterke plek voor de Finnen. In Karelië, dus het oosten van Finland, ontstaat een strijd tussen westerse en oosterse christenen. En dit waren mensen die dus deels Fins waren, maar ook Russisch. En die hadden dus een strijd tegen elkaar. Maar dat was al heel snel, werd dat een kopje kleiner gemaakt. In 1293 verovert Zweden delen van Karelië op Rusland. Want zoals ik al zei, het oosten was van Rusland. Dat werd dus veroverd door de Zweden. In 1323, na heel veel gevechten over en weer, werd er een vredesverdrag getekend tussen Zweden en Rusland. Namelijk, Zweden was de baas in de kustgebieden en Rusland mocht het oosten dus van Karelië behouden. En zoals je ook op de kaart kunt zien, is Karelië toch wel een heel groot gebied. Een groot deel van Finland zelfs. Maar het oosten, dat was dus in bezit van de Russen en de rest van de Zweden. Nou, daarna gaan we weer verder naar het volgende gedeelte van Finland. Dat is namelijk het gedeelte waarin ze dus Zweeds worden. Want in 1581 had je Johannes III. Hij wordt de groothertog van Finland. Waardoor Finland dus nu onderdeel is van het Zweedse groothertogdom. Want Zweden had een heel groot rijk. Ook deel van Noorwegen vielen daaronder. En dus ook Finland. En dit duurde tot aan de 19e eeuw. Dat Finland leefde onder de Zweedse bezetting. En dit was geen leuke bezetting om het zo te zeggen, want de Finnen werden niet in vrijheid gelaten. Ze mochten hun eigen taal niet,
niet spreken. Het werd ook verboden verklaard op een gegeven moment. En ze werden ook als minderwaardige mensen gezien. Dus een goede behandeling van de Zweden kregen ze niet. En zoals ook in de kaart kun je zien, alles wat groen is, was dus van de Zweden, namelijk hun eigen land. Stukken van Noorwegen, kleine gedeeltes van Denemarken, zoals je ziet. En gedeeltes dus van Finland. En een heel klein stukje van Rusland, maar dat was dus de gebieden rond Karelië, die dus al van de Russen was, werd ook van Zweden. Maar op een gegeven moment was het zo dat de Russen dit niet tolereerden en zij gingen dus meerdere oorlogen voeren tegen de Zweden op Fins grondgebied. En na jaren gevechten was het uiteindelijk in 1809 zover dat tsaar Peter I Zweden verslaat bij de slag van Poltava, waardoor Finland in handen kwam van de Russen. En daar gaan we dus in het volgende onderwerp over spreken. Want Finland wordt dus Russisch in 1809. Via een verdrag worden dus een autonoom hertog van Rusland. 3 jaar later verkiest Rusland ervoor om Turku, dat was de hoofdstad van Finland, om dat te wijzigen. En het werd uiteindelijk Helsinki. Dat was overwegend strategisch belang. Was dat voor de Russen een strategisch besluit. En dat viel allemaal beter voor hen. Dus Helsinki werd de hoofdstad van Finland tot aan vandaag de dag. De Finnen kregen het onder het Russisch gezag meer vrijheid en meer rechten. Uiteraard was natuurlijk die rechten en die vrijheid wel beperkt. Dus ze kregen die rechten en vrijheid zeker wel, maar tot een bepaalde grens. Maar daarnaast kregen ze ook hun eigen munt, een eigen leger, eigen grenzen, postzegel en ook hun eigen taal. Fins werd dus een officieel taal. Dus dat werd allemaal toegestaan door de tsaren. Dus dat was wel anders dan toen Finland onder gezag leefde van de Zweden. Maar nog steeds was het wel met grenzen eraan. Dus dat was dus in 1809, vanaf 1809. En op een gegeven moment bereiken we dus de 20e eeuw, 1900. Daarin raakt Rusland de autonomie kwijt. Want de Finnen wilden een eigen land hebben. Nou, die eigen land komt er nog niet. Maar goed, wat gebeurt er? Omdat de Finnen dus wat meer in verzet komen, werden hun rechten dus flink ingeperkt. Dus wat ze al hiervoor hadden, werd ingeperkt, waaronder ook hun eigen taal. Dat werd dus niet meer getolereerd. Maar het Russische gezag werd wel steeds minder. 5 jaar later, in 1905, hadden ze een oorlog tegen Japan gevoerd. Tenminste, beter gezegd, Japan had een oorlog gevoerd tegen de Russen. En die oorlog werd verloren. Waardoor de Russen ook in die oorlog tegen Japan ook met andere prioriteiten zaten. En zo'n beetje het gezag in Finland steeds meer begon kwijt te raken. En dat resuleerde uiteindelijk tot het geval dat Japan deels de baas was over Finland, want ze wonen van de Russen. Maar al heel snel was het zo dat de Russen Finland terugveroverden in 1908 tot en met 1917. Want daarna was het zo dat Finland hun eigen onafhankelijkheid wilde. En dat kon ook makkelijk door de Russische revolutie. Sprak Finland de onafhankelijkheid uit op 6 december 1917. En toen werd ook de eerste Finse regering gestart, namelijk de Svinhufvud in 1917. Een jaar later ontstond er een burgeroorlog tussen de communisten, de Roden werden ze genoemd, en de andersdenkenden, oftewel de Witten. En uiteindelijk wonnen de Witten in mei 1918 onder leiding van generaal Carl Gustav Mannerheim. En hij maakte dus een einde aan deze burgeroorlog. 2 jaar later, in 1920, werd een vredesverdrag getekend met de Russen. En Finland was dus een eigen land. Er waren ze al 3 jaar terug natuurlijk. Maar er waren nog steeds wel spanningen met hun buurland Rusland. Maar uiteindelijk, wat ik al zeg, dus in 1920 werd dus zo'n vredesverdrag getekend. Maar op een gegeven moment gaat de Tweede Wereldoorlog starten. Finland wilde eigenlijk neutraal blijven. Maar de Sovjet die vielen het land binnen in 1939. Dus was er een winteroorlog, zoals die ook wel werd genoemd, tegen de Sovjet-Unie. En de Sovjet-Unie leden zware verliezen, want Finland was sterker dan ze hadden gedacht. Maar ondanks dat ze dus zware verliezen hebben geleid, werden wel delen van Karelië veroverd. Dus dat waren de rode stukjes, zoals je kunt zien. En die werden allemaal veroverd op Finland.
Maar verder dan dit kwamen ja, de Sovjets niet. In 1941 verklaart Finland de oorlog aan de Sovjet-Unie. Nou, ze zijn samen gaan werken met Nazi-Duitsland. En dit deden ze omdat ze de Sovjets eigenlijk zat waren en hen wilden verdrijven uit hun land. Dus kozen ze ervoor om ja, een verdrag te tekenen met Nazi-Duitsland. Maar dit is niet zo'n verdrag zoals de Italianen hadden en de Japanners. Niets op die manier. Maar eigenlijk meer voor eigen belang. In plaats van voor beide belangen. Dus, maar wat er gebeurt was uiteindelijk wel zo dat Nazi-Duitsland kwam inderdaad helpen. Maar eigenlijk was het niet een help. Het was eigenlijk voor eigen belang. Ze wisten dat als we dus de Sovjets kunnen verjagen uit Finland. Dan pakken wij het land. En dat gebeurde dus ook. Waardoor Finland onder groot belang kwam van de Duitsers. Op 2 september 1944 verbreekt Finland de banden met Nazi-Duitsland. Want wat ik al zei, ze kwamen erachter eigenlijk dat het geen goed idee was om zoiets te sluiten. En daarnaast kregen ze ook weer een nieuw bestuur, een nieuwe regering. En die waren het zwaar tegen Nazi-Duitsland. Dus dat maakt het ook makkelijker om tegen hen in te gaan. En dat gebeurde dus ook op 2 september 1944. 17 dagen later, op 19 september 1944, sluiten de Sovjet-Unie en Finland vrede. Want ze hadden nog wel oorlog. En er werd ook over elkaar. Ja, over en weer gevochten tussen beide landen. En uiteindelijk, wat ik zeg, op 9 september werd dus vrede gesloten. Maar ja, Finland had nog wel met één probleem. Namelijk de Duitsers die daar zaten in het land, die wilden niet weg. En wat hebben zij gedaan? Tenminste, als ik nog even een stapje terug ga. Op 3 maart 1945 verklaart Finland dus de oorlog op Nazi-Duitsland. Dat was één, oorlog verklaren. En twee, wilden ze uiteraard ook dus de troepen uit hun land hebben. Want ze begonnen wel, sinds ze dus de oorlog hebben verklaard op Nazi-Duitsland, steeds meer te winnen. Maar Nazi-Duitsland besloot niet om het land te verlaten. Nee, ze gingen naar het noorden toe, naar Lapland. Zoals je kunt zien, linksonder zie je dus het grote gebied van Lapland, wat het is van Finland. Dus daar werden ze allemaal, tenminste daar gingen ze allemaal naartoe, om daar dus een verdediging te creëren. Maar in april 1945 werden alle Duitse troepen uit Lapland gejaagd en was het eindelijk zover dat Finland vrij was van Nazi-Duitsland. 2 jaar later, in 1947, waar we al heel vaak over hebben gehad, Karelië, zoals dan we rechts kunt zien, dat rode gedeelte, dat donkerrode gedeelte, dat was een Karelisch schiereiland, een stuk van de Karelië rond het Ladoga-meer, werd van de Sovjet-Unie. En dat bleef ook zo voor hele lange tijd. Maar dat was dus de Tweede Wereldoorlog. De oorlog tegen eerst Sovjet-Unie en later ook Nazi-Duitsland. En we gaan nu door naar die volgende jaren. Eigenlijk van het eind van vorige eeuw en deze eeuw tot vandaag de dag. Nou, 20 januari 1992 sluiten Finland en Rusland een vriendschapsverdrag. Wat inhoudt dat ze weer banden zullen aanhalen met elkaar en weer handel drijven. 2 jaar later, in 1994, ging het steeds beter economisch gezien met Finland. Want Finland had natuurlijk wat pro economische problemen, maar dat is dus steeds beter geworden. En vandaag de dag gaat het ook gewoon supergoed met Finland. Een jaar later, in 1995, sluit Finland zich aan bij de Europese Unie. En 7 jaar later voert Finland ook de euro in. Als enige Scandinavische land hebben zij de euro. En vandaag de dag is Alexander Stubb sinds maart dit jaar de huidige Finse premier. En zo sluiten we dus de geschiedenis van Finland af. Nou, dit was dus in het kort eigenlijk het geschiedenisverhaal van Finland. Ik hoop dat jullie hier veel van hebben geleerd en het ook hebben interessant hebben gevonden. En leuk hebben gevonden vooral. Nou, ik hoop dat jullie de video leuk hebben gevonden. Zo ja, doe deze video. Like deze video. Vergeet niet om te abonneren op mijn kanaal voor nog meer video's. Voor nog meer voetbal en geschiedenisvideo's. Dan wil ik u bedanken voor het kijken. En later mensen.